Vandaag zijn we met Fertile Magic in Beerzeveld. Even een slokje. Oh. Oh. Nou, vandaag ook weer veel magic in aflevering 9. Veel plezier. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Een goochelaar. Zo in één keer. Hoe is het mogelijk? Dat had ik niet verwacht, hè? Nee. Hier moet u kijken. Een envelop en een spel met speelkaarten. Noemt u mij eens een getal tussen de 5 en de, nou, 40? 33. 33? Ja. Oké. Okay. Spelkaarten. Ik haal het er even uit. 33, daar gaan we. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. We zijn er bijna. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33. Dus geen 34, geen 35, geen 36, geen 32, geen 31, 33. Ja. Dan moet u kijken. Ik had in deze envelop een speelkaart ingestopt, dat is de ruiten 3. Verder is de envelop leeg. Ik ben blij dat u 33 hebt gezegd. Dat is precies de kaart waar we zijn gestopt. 33, nou, geweldig, hoe is het mogelijk? Nou, dat was hem weer. Fertile Magic. En we gaan weer een eentje verder. Nou, er staat op de deur home, dus dat zal het wel goed zijn. Goochelen voor de deur. Ze zijn toch wel thuis, hoop ik? Ja, ze zijn thuis. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag mevrouw. Goochelen voor de deur, heeft u dat ooit meegemaakt? Nee. Dat denk ik niet, hè? Nee. Zou u misschien een stapje naar voren willen komen, want dan laat ik u een goocheltruc zien. Oh jee. Wat leuk, hè? Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Ik heb daarvoor meegenomen een spel met speelkaarten en nog wat anders. En weet u wie dit is? Of wat dat is? De Mona Lisa. Kijk, de Mona Lisa. Oké. En dit is ook een soort schilderij. Ik weet niet of u die kent. Nou nee, die is nee, niet bekend. Nee. Nou, en deze, ja, en die ook niet. Nee. Oh, sorry, die hoort er niet bij. Foutje. Die hoort niet. Oké. Alleen, de Mona Lisa was niet echt, want die had een speelkaart in de hand. Oké. En weet je wat ik doe? Oh ja, de achterkant van de Mona Lisa ziet er zo uit. Ja, dat is de achterkant van de Mona Lisa. Die leg ik hier neer. Deze kaarten hebben we verder niet meer nodig. Hou de Mona Lisa goed in de gaten. Hier heb ik ook een spelkaart. Rode, zwarte, hoge, lage. Elke kaart zit ertussen. Ik zal het even door elkaar schudden. Ziet u? Zo. Ja, ik heb goed geoefend. En dan doe ik zo en dan mag u een keer zeggen stop. Stop. U was net iets te laat. Wat jammer ja. Nou. Daar gaat hij. Nog een keer. Stop. Ik was nog niet begonnen. Wat jammer nou. Laatste kans. Stop. Bent u hier gestopt? Dus niet hier. U bent hier gestopt. Ja. Wilt u die kaart even goed onthouden? Ja? Oké. En hou de kaart even in uw hand met het plaatje naar beneden. Nou neem ik de Mona Lisa en ik doe alleen maar dit. En de Mona Lisa draait de kaart in haar hand om. Dat is een schoppen 9. En welke kaart heeft u in uw hand?
Het is toch niet te geloven, de schoppennegen kijkt toch eens. De Mona Lisa heeft het weer gedaan. Mag ik ontzettend bedanken voor het meedoen? Ja, dat mag. Dank u wel. En helemaal geweldig. U weet het, wij gaan weer verder naar de volgende deur en dat kan zomaar bij u zijn. Veel plezier met de volgende aflevering van Vechdal Magic.